De diehard vliegtuigspotters vertel ik waarschijnlijk niks nieuws. Morgen landt de eerste Boeing 787-9 van KLM op Schiphol. De Dreamliner is groter en er passen dus ook meer mensen in. Maar KLM koopt zulke toestellen vooral om een andere reden, vertelt verslaggever Ieteke de Jong. Nou, nieuwe vliegtuigen zorgen meestal voor een sensatie, maar voor KLM is het extra belangrijk omdat dit vliegtuig heel veel zuiniger is dan oudere toestellen. Het scheelt zo'n 20% in de brandstof. En KLM, dat financiële problemen heeft, kan natuurlijk elke cent die ze kan besparen wel gebruiken. Nou, dat is dus echt wel een probleem geweest de afgelopen jaren. Ze hebben ook de levering van een aantal toestellen moeten uitstellen. Door bezuiniging proberen ze nu dat geld bij elkaar te krijgen. Maar het duurt wel 9 jaar voordat ze al die oude kisten vervangen hebben voor die nieuwe Dreamliners. Dus er gaat heel veel tijd overheen, ook als je dat vergelijkt met de concurrentie. Nou, het is gemaakt van een heel licht materiaal, composiet, waardoor het dus lichter is en dus minder brandstof verbruikt. En verder gaat Boeing er prat op dat de beleving anders is, doordat het toestel grotere ramen heeft en een andere belichting. Ik heb er zelf 1 keer in gevlogen. Ik vond de constructie van de wc-deurtjes te licht, waardoor ik de hele nacht wakker lag, omdat de deur steeds in het slot klapperde.